En ga je stemmen? Ik ga stemmen. Oké, en wat is de reden waarom voor jou stemmen belangrijk is? Ik mag een stem uitkiezen, hè, dus ja, dan is het een beetje zonde dat je hem niet gebruikt natuurlijk. Oké, heel bedankt. Ja, graag gedaan. Als ik zeg 21 maart, wat zegt u daar? Lente. Oké, en niet iets met gemeenteraadsverkiezingen? Nou, dat ga ik wel doen. Ik ga wel stemmen, maar ik moet dan denken. Oké, ja, u hoeft mij niet vertellen op wie u kiest, maar u mag me wel in vertellen waarom u denkt, waarom het belangrijk voor u is om dat te doen. Nou, ik vind het altijd wel belangrijk om te stemmen. Dan kun je ook geen commentaar leveren, toch? Ja, klopt. Ja, dus in ieder jaar, om de 4 jaar stemt u gewoon? Ja. Oké. Dus. Jullie zijn van een oude stempel. Oude stempel, ja. Stemmen jullie nou gewoon uit gewoonte of echt met iets van dat je toch een bepaalde doelstelling hebt? Ik moet stemmen omdat ik ben ergens niet tevreden mee. Oh nee, ik weet wel waar ik op wil stemmen. Ja, en is dat gedachtegang dat u een toch een beetje denkt landelijk of denkt u echt gemeentelijk? In deze gemeente ken ik bijvoorbeeld beter. Nee, op die partij stemmen? Nee, dat doe ik niet. Dat doet u niet? Nee, als ik iemand ken waar ik dus beslist niet op wil stemmen, welke partij er is, dan doe ik het niet. Okay. Maar ik ga naar mijn landelijke ideeën weg. Oké, prima. Ja? U wel bedankt. Als ik tegen jou zeg 21 maart, wat zeg je daar? Wat denk je aan? Stemmen. Ah, kijk. En ga je ook stemmen? Ja. En wat is de reden voor jou om te stemmen? Om toch een verschil te kunnen maken in wat er speelt in de samenleving. Oké, maar denk je dan gemeentelijk of landelijk? Want je hebt dus om de 4 jaar een landelijke. Moet je dus stemmen? Ja. Maar het is nou een gemeentelijk. Hoe ga jij je keuze maken? Puur gericht op de gemeente Veendam? Of zeg je nou, het wordt toch meer een keuze, een landelijke keuze? Wordt meer een landelijke keuze. Wordt meer een landelijke keuze? Ja. Oké. Absoluut. Als ik tegen jou zeg 21 maart, wat denk jij aan? Nergens aan. Gemeenteraadsverkiezingen? Ja. Ga je stemmen of ga je niet stemmen? Ja. Oké, en wat is. Waarom ga je stemmen? Waarom is dat voor jou belangrijk? Omdat mijn stem wil ik gewoon zeggen. Ik heb de keuze om de stem te krijgen. Ja. Om te stemmen, dus dat doe ik ook. En ga je stem gemeentelijk doen of ga je meer landelijk de stem uitbrengen? Landelijk. Landelijk? Ja. Het is wel een gemeente. Maar ik heb meer met landelijk. Oké. Voor mijn werk en alles. Dus ja. Je wordt bedankt. Doe ik meer aan. Is goed. Okay. Dank u. Als ik tegen jou zeg 21 maart, wat denk jij aan? Verkiezingen. En dat klopt, ja. En ga je ook stemmen of niet? Ja. En hoe ga jij stemmen? Hoe ga je denken? Ga je gewoon gemeentelijk bekijken of ga je het landelijke ideeën gebruiken om tot een stem te komen? Ja, het meeste gemeentelijk toch dit wel. Keer. Ja. Jij bent de eerste. Want landelijk is toch anders dan lokaal. Ja. Nou, dus, we hebben een paar interviews gedaan en we kwamen toch tegen dat de meeste mensen landelijk kiezen, kijken. Oké. Dus ja, ik kijk naar de partijprogramma's lokaal. Ja. Dus, en wat vind jij het meest belangrijkste wat veranderd moet worden in Veendam? In Veendam, het centrum wel. Ja. Het groen onderhoud. En verder de meeste dingen, dat is ook wel goed geregeld hier. Ja. En, ken je ook iets? Met de sporten, maar daar zijn ze al druk mee bezig. Ja. Nieuw sportcomplex. Dus, ben je een echte Veendammer? Ja. En wat vind je het meest het goede wat ze gedaan hebben bij een Veendam? Wat zeg je nou, voor dit moet je echt naar Veendam komen, daar heeft de politiek goed geregeld? Toch wel dat de voorzieningen hier wel behouden zijn. Zoals een zwembad, allerlei sporten, voldoende scholen, zulke soort dingen. Oké. Als ik tegen u zeg 21 maart, wat denkt u aan? Ja, ik wil stemmen eerste keer. Wij komen naar Nederland, wij eerste keer wij gaan stemmen. Ik ook mijn vrouw, ja. Ja. En waarom is het belangrijk om te stemmen voor jou of voor je vrouw? Ja, ik denk dit is belangrijk voor alle mensen van democratie in Nederland. Hij is belangrijk voor stemmen. Oké. Ja. En mag ik je vrouw ook even een vraag stellen? Ja, zij ook. Ja. Waarom is het belangrijk voor u om te gaan stemmen?
voor belangrijk. Ja. Van alles. Van alles. Alles mensen. Ja, alles mensen. Botland, leven. Ja, goed. Ja. Als ik zeg 21 maart, wat denk je dan? Ja, dan mag ik stemmen, ja. 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 Nou, dat is geen probleem. Als je nou door de kade beet worden of door de hond, dat maakt niet veel verschil meer. Wie moet nog niet in leven? Oké. Als je hem met was en je steelt je nou zo af. Dus wat betekent nou dat je dus door niet gewoon stemmen of wel stemmen? Ik ga wel stemmen. Oké. En nou, vrouwen van nu zoiets. Ja, als partij hoef je niet te noemen, is niet belangrijk. Oh, nou, we gaan wel stemmen, maar. En als je niet stemt, dan kun je ook niks zeggen, hè? Nee, maar oké. Okay, ja. Je bent een beetje kritisch, hoor ik. Ja. Als ik nou eerst met de positieve denk begin. Nou, dat maar. Wat hebben ze in Veendam de laatste vier jaar goed geregeld? Nou. De groenvoorziening, dat gaat een klein beetje beter. Dat is van de afgelopen periode, ja? Ja, boomsneuren en zo. Maar dan je de winkelcentrum in Veendam. Dat is snurren. Het is duidelijk, je gaat stemmen, je gaat kijken wat de gemeentelijke partijen hier doen. En dan moet je natuurlijk een keuze nemen. Ja. Oké, okay. Ik weet genoeg. Johan, ja? Bedankt. Oké. Okay. Jo, hoi.